wij zijn als Korenmolen 2 dagen in de week open, het hele jaar door. Dus op woensdag en op zaterdag, van 11:30 tot 3. En wat is er dan te doen? Je kunt sowieso een rondleiding krijgen. Iedereen kan een rondleiding krijgen. En dan leer je precies hoe deze molen gebruik maakt van de windenergie. En deze specifieke molen, die dan de windenergie gebruikt voor graanmalen. We kunnen allerlei soorten graan malen. Meestal is het tarwe, soms is het rogge. In principe malen wij graan voor veevoer. Maar we kunnen ook met 1 van de 2 koppelstenen voor menselijke consumptie malen. Dus rondleidingen, helemaal leuk. En daarnaast is het zo dat wij ons hard maken om de technieken die hier in de molen gebruikt worden, om die bekend te maken bij iedereen, jong en oud. En dus ook richting educatie. Dus we gaan ook naar scholen, we geven ook lezingen. Er zijn ook mensen die zeg maar vanuit een feestje hier de molen komen bezoeken om dat onderdeel eens uitgelegd te krijgen. Nu gaat hij draaien. Ik ga de deur van de kar openzetten, zodat het graandrek gaat instromen. Nu ga ik de stenen bijleggen. Op het moment dat ik die zover bijleg, dat ik het graan goed kan malen. Als dan het graan gemalen is, door dat windkoppel, 1 zolder hoger, dan komt het via die meelgoot naar beneden gezakt. En via deze goot, waar we een, een beschermdoekje over hebben gedaan, en dat is alleen maar voor onszelf, want meel stuift alle kanten op, dan valt het hier naar beneden en dan valt het zo de zak in. Wat voor mensen houden deze molen draaiende? Ja, mooie vraag. Het zijn altijd allemaal vrijwilligers. En de vrijwilligers kunnen overal vandaan komen en allerlei soorten achtergronden hebben. Zolang je een warm hart hebt voor een molen en je wilt bijdragen tot het blijven draaien van de molen, waardoor die niet vervalt, dan ben je van harte welkom. En mensen die bijvoorbeeld op zo'n Nationale Molendag als 13 mei extra hand- en spandiensten verrichten, want dan wordt het een hele drukke en hele gezellige dag. En dan kunnen we altijd mensen gebruiken. En dat geldt ook voor Overijsselse Molendag in september. Het is altijd de 2e zaterdag in september. Dus mensen, kom, je bent altijd welkom. Ja. Tot 13 mei! Allemaal, gezellig!